voor de verheerlijking. Sure what they're doing. And then they re-lend it out and make the money they brought from the bank and their resources. Yeah, it really helps them. This is John, and he might be making something for attention. Sure. Yes. Oh, nice. Oh, right. Australian and English. I'm from the States. Yeah, States. Yeah, I was in Australia. I heard this. Right. Hey, hey. In New York, isn't it? Yes. And what did you move to be here in that place in Groningen? I'm here for 7 months, and I wanted to be part of the protests. And I was happy to see that Groningen was on the occupied map. So when I, as soon as I saw that they were going to have a protest here, I decided to join. There will be more people in the future here on the marketplace to demonstrate for the movement. I hope so. I don't know if people are afraid or if they realize how bad it is. But I know that my wages have been frozen for 7 years while prices of everything go up, and I'm lucky. You are lucky, and what are your expectations in America? I had expectations when President Obama was elected. Yes. He seems to have gone back on his word on many things. Yes. It's been very disheartening. And I've also been disappointed in the population of the United States for not standing strong during this time. For example, the Tea Party is coming up now. Well, that's a movement in the other direction. So I'm hoping that this movement will counterbalance it. And I am thinking about Unfortunately, as time goes on, I think he was trying to win votes and not necessarily standing by the things he said. He seems to have slowly become more and more conservative as time has gone on, and he's made promises that were very evident at the beginning, after he was elected, and he still has gone back on that. And I think he's in a very difficult position now. Absolutely. It's not an easy position, but I'd like to see a little bit more initiative on his part, put his foot down and make some more changes. We're still holding the power, but we're going to make sure that we're going to have a Elke zaterdag om 12 uur. Hier. Oké, ja, nee, prima. Ja, ja. Dus komt allen, steun dit. Ja, zeker weten. Ik ben erbij. Goed zo, ik ook. Nee, als ego zit ons niet zo. Nee, maar heeft er niks mee te maken. Houden we ons dagelijks mee bezig. En u gooit gewoon papiertjes op straat, zie ik. De vrouwen komen.
Natuurlijk, maar als je gaat de hele wereld bij elkaar, dan is het toch zo dat 1% is, leeft in een soort van, en de rest is, wordt allemaal gewoon zit verkeerd. Het maakt niet uit of je bent in welke... Ja, maar ik vind wel dat onze Europese en Amerikaanse systeem met neoliberalisme ellende op de wereld brengt en ook netjes de crisis in Nederland doorvertaalt naar onderaan. Daar ben ik hartstikke op tegen. Ik hoop dat we dat kunnen ombuigen, maar ik vind een analyse van 99% van de wereld is slachtoffer en is 1% schurk, dat is geen analyse. Nee, maar dat is omdat je hebt alleen maar nodig, denk ik, om een soort van iets heel simpels te doen, waar mensen voelen dat zij bij horen. Ja. Snap je dat? Nee, ik vind dat je en absoluut met je... bij elkaar en dan ontstaan allerlei dingen. Want dit is niet een organisatie. Wij zijn ook helemaal onorganisatie. Wij zijn helemaal geen organisatie. Nee. Wij zijn hier gewoon gekomen. Maar die ben je wel aan het opbouwen en worden. Ja. Netjes mailadressen verzameld. Die mensen, als ze... Zeker, dus word je een organisatie. Dat is goed. Als mensen iets willen bereiken, moeten ze zich organiseren. Want in je eentje red je dat niet. Dus dat is goed. Dat is het. Maar wat jij, samen zijn wat jij doet, bij alles. Toch? Wat jij doet, nou, dat is tot nu toe in de wereld niet gelukt. Omdat het niet gelukt is om mensen samen te brengen. Omdat gewoon uit elkaar spelen zijn sterke krachten. Maar het wil niet zeggen dat ik niet goed vind om te proberen. Ik ben alleen met 1% mee bezig. Dat is het enige wat ik zeg. En wat jij doet is je gevoel uiten. Ik deel je gevoel. En jij deelt je doel, een eerlijke wereld. En ik deel jouw doel. Maar daartussenin zit een... Je hebt niet alleen je gevoel, je hebt ook je verstand. En daartussenin moet je met je verstand een analyse maken waarom het tot nu toe steeds gelukt is om ons uit elkaar te spelen. En dat mis ik. Nee, maar dat is van die 1%. Ik ben zo arm als Job. Nee, daar gaat het dan niet om. Nou, het gaat niet om geld. Het is ook niet 1%, hè? Nou, dat denk ik niet. Het gaat om dat het model en heerst. Dat we eigenlijk met het deel en heerst regering en privatisering. En de hele dingen op deze wereld zijn niet bedoeld om te privatiseren. Nee! Dat was een enorme goed we hebben hier gehad. En we hebben mijn leven tegen gevochten. En daar heb ik meteen gevochten. Om ziekenfonds te privatiseren in onderwijs, educatie, zorg. Terwijl dat kan ik lachen. En dan moeten we heel blij zijn dat we mogen. Dat willen we ook allemaal heel graag doen. Nee, maar dan moet jij niet het zo doen dat er bovenop allerlei dingen gaan worden. Nee, dat moet je ook doen om de kolencentrale en stand te houden. Nee, dat zijn jullie hetzelfde mee. Die zijn voor allemaal in de oppositie zitten, maar... Dan laat je wel zien bewijs voor staatsgeloof. Dan kan je verkiezen, dat is prima. Nou, daar sta je toch voor? Nee, dan ben je... Oh, jullie staan voor meer. Wij hebben een heleboel doelen. Wij hebben 3 zetels in de staat van Groningen, van de 43. En wij krijgen met die 3 zetels... Wij krijgen met die 3 zetels meer voor elkaar. Nu we in Groningen een bijna links bestuur hebben... Ik weet niet hoe lang je het op hebt, maar wij hebben in de provincie Groningen 20 jaar lang een linkse meerderheid gehad en de PvdA koos voor rechts. De PvdA koos de ene keer voor de VVD, de PvdA koos voor de CDA, de PvdA koos voor VVD en CDA. 20 jaar lang. Terwijl als ze de SP, GroenLinks, D66 mee hadden doen, hadden wij een linksbestuur in Groningen. En dat maakt wel uit voor natuur en milieu en voor subsidie op kunst. Nu hebben wij het voor elkaar gekregen dat we met 3 zetels meer van onze doelen voor elkaar krijgen. En Groningen wordt vrijwel linksbestuurd met een klein stukje VVD, die niet veel te zeggen heeft. Nou, dat vind ik mooi. Ja, dus het is een keuze van, jij kunt zeggen, ik wil nooit vuile handen maken, altijd alleen maar 100% zeggen wat ik vind. Dat kan je verkiezen. Wij hebben daar niet voor gekozen en ik ben blij dat wij in de provincie Groningen een links met een klein stukje VVD bestuur, dat wij na 20 jaar, en dit is een besluit in het vorige 5 jaar geleden genomen. GroenLinks is hartstikke tegen kolencentrales. Nou, dat is mooi dat. Maar wij hebben. Nee, dan kunnen wij kwellen. Wij hebben 2 keuzes. Wij hebben 2 keuzes. Luister, ja, wij kunnen eruit stappen. Dan hebben wij toch een kolencentrale en een rechtsprovinciebestuur. Of wij blijven erin en dan hebben wij een kolencentrale en een bijna linksprovincie.
jullie afstaan aan de staan. Dat wij als provincie. Ja, en ook van de mensen uit Afrika. Heb jij wel eens van groene stroom gehoord? Dan weet ik niet. Dat voor de CDA. Ze hebben een door mijn strot gejaagd, maar die denkt niet dat de groene stroom uit komt, want het ruikt niet fris. Hè? Dat is toch goed af. Begin een filmpje maken? Daarom. Ja, ik hoor het bijna altijd voor de Amerika. Ja. En dat vond ik helemaal super. Ja. Ik denk, Hallo. Nou, en dat gebeuren wij dus ook in Groningen. Groningen is ook een deel van de wereld. Ja, ja zeker. En ja, wat komt er dan nog in de plaats? Ja. De wereld nu. Dat weten we nog niet. Dat is afwachten nog, maar... Ja. Ik ben ook niet op het eerst. Ik ga in ieder geval niet ergeren. Nee, dat kan niet meer. Toch? Nou, het kan nog wel erg worden. Ja. Ja. En het is wel waar dat anders wordt gehad. Maar ja, zoals hier, politieke partijen, wordt gewoon, ja, een podcast of een soort... Ja, dat ja. Toch met die mensen gewoon... Maar hier ook weer, het is dezelfde feeling. Alles in deel. Ja, ja. Nee, dat is een hartstikke. Ja. 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 Ja.